Hier neemt Ajax de bal over. Is Grant weg. Grant met de kans. Dat is een grote kans. Na anderhalve minuut. Hier is Grant. Belova en Alkemade. Een beetje twijfel bij de keeper van PSV. Sabayo. Belova. En Hoekstra. Goeie bal van Belova. Weerden naar Leugter. Prachtige aanval van Ajax. Die eindigt in de handen van Alkemade. Dat is lekker gecombineerd. Niet verrassend dat daarbij een hoofdrol is weggelegd voor Victoria Belova. Net niet vol genoeg geraakt. Net niet ver genoeg naar de hoek. Leugter. Spakker lag die ruimte. Lagen de openingen vooral aan de zijkant. Bijvoorbeeld bij deze Grant. Die in ieder geval de ruimte heeft voor een voorzet nu. Die wordt nog aangeraakt en tegen de paal geschoten. Uiteindelijk binnengeschoten. Door Leugter, maar vanuit buitenspelpositie. Voorzet. Schiet door, wordt nog aangeraakt. Is goed binnengeschoten door Hoekstra. En dan staat Leugter daar inderdaad in buitenspelpositie. Kaagman. Aardig bedacht. Er ligt er wel ruimte voor Ajax bij Grant. Spitsen kiest voor de directe route richting Leugter en Hoekstra. Klaargelegd voor Belova en Alkemade. Net aan. Hoekstra. Handiger dan Hendricks. Hoekstra er vandoor. Ook sneller dan Hendricks. Dan is daar Grant. En is het nu wel raak voor Ajax? Nee, in twee instanties zelfs niet. Telkens toch Lisan Alkemade. Hier wordt Hendricks verrast door de springende Hoekstra. Die er dan heel rap vandoor is. Goed het overzicht houdt. En twee goede reddingen van Alkemade. Is minder van Alkemade. Zo in de voeten bij Hoekstra. Spitsen gaat het dan proberen natuurlijk. Spitsen. En geen probleem voor Alkemade. Doorn zou nog kunnen met links. Wordt Leugter ineens. Ah, schitterend. Romain Leugter kreeg de goedkeuring van Spitsen op voorhand. En die is nu ook de eerste die er om de nek vliegt. Toch wel verrassend dat Romain Leugter dat mag doen. Maar ja, het is wel gewoon de topscorer. Keurig over de muur. Geen kans voor Alkemade. Die misschien ook wel rekent op een balletje breed naar Spitsen. De nummer 10 van het seizoen voor Romain Leugter. Corner Spitsen, de Sanders met een kopballetje. Hier gaat Smits. Controle bij Smits. Het schot is niet onaardig. Ze even bevrijd van de Sanders. Sabayo naar Hoekstra. Hij is op jacht naar de treffer die dit duel kan beslissen. Belova. Mag het nog een keer proberen. Ruim over. Hij gaat door Leugter. En dan kan Ajax nog een keer gaan counteren. Met Weerde. Goeie bal. Belova. Leugter op de penalty stip. Belova. Kapbeweging. En de bal niet voor het doel. Maar bij Alkemade. En dan is het afgelopen. En wint Ajax uiteindelijk met 1-0 van PSV. Door maar weer eens een doelpunt van Romain Leugter. Zo blijft Ajax nog foutloos. 8e wedstrijd van het seizoen ook gewonnen. Dankzij doelpunt nummer 9 van Romain Leugter.